100 meter van het startpunt. Auto versnelt, 50 meter nog. De start is gevallen. Bliksemstart aan de buitenzijde voor Frank Nibbering. Maar er gaan twee combinaties mee aan de relingzijde. Als eerste is bij de bocht straks Tim Woudstra met Danny Snijder samen. Daarachter op de tweede plaats volgt Patrick van Ooyen met Annette Boegta. En aan de buitenzijde daarachter Frank Nibbering met Dion Tesselaar. Zo gaan de paarden de eerste bocht door. En de leiding is in handen van combinatie nummer 1. En dat is Danny Snijder die daarachter zit. Danny Snijder, als hij omkijkt, ziet hij vijf combinaties die proberen om hem nog in te halen. Het wordt een hele klus. Tweede plaats op dit moment is voor Annette Boegta. En de derde plaats aan de buitenzijde voor Frank Nibbering. Daarachter volgen dan nog Rob Bouwman. Het televisieprogramma Lifetime Experience doet ook mee. En Nicole Kramer kan ook op dit moment het hele veld aardig overzien. Zo gaan de paarden op weg naar de laatste bocht. Het is de linkerbocht en het is nog altijd aan de leiding aan de relingzijde Danny Snijder. Danny Snijder, maar ze komen de buitenzijde wel dichterbij. Danny Snijder door het derde spoor gaat nu een deelnemer naar voren. En de deelnemer die driedik naar voren gaat is het televisieprogramma van Lifetime Experience RTL. Inmiddels zijn ze halverwege de laatste bocht. Maar nog altijd is het Danny Snijder die leidt. Hij kan in ieder geval zeggen dat hij lang aan kop heeft gelegen. Of hij ook als eerste door de finish komt, moeten we afwachten. Want ze komen nu akelig dichtbij. Daar komt aan de buitenzijde ook Frank Nibbering naar voren door het derde spoor. En ze liggen nu met z'n drie op één lijn. Paarden zijn 200 meter van huis. Helemaal aan de buitenzijde komt Frank Nibbering naar voren. Frank Nibbering heeft een licht voordeel genomen. Frank Nibbering, hij kijkt zelf opzij. Hij kijkt naar de linkerzijde, zegt tegen Tesselaar. Dat gaan we halen. Tesselaar kijkt zelf naar rechts. En zo gaan we over de strepen. Frank Nibbering wint hem. Dat is mooi. Dat is een goede vriend van John Bootsman. Komt als eerste over de streep. En de rest vlak daarachter.